de glazen poleren. Ervoor zorgen dat er geen vingerafdrukken op zitten. Soms zitten ze er wel echt goed op en dan moet je er ook een beetje met water overheen of met zeep. Terwijl Duco de glazen oppoetst, helpt Joppe zijn vader in de keuken van hun restaurant. Briochebrood is gedaan. Het is een bijzondere dag voor de broers, want vanavond komen er veel gasten voor het kerstdiner van 7 gangen. We zijn de kaarsen aan het vervangen van het restaurant. En Joppe is de kaarsjes, nieuwe kaarsjes erin aan het doen. Ja. De broers helpen graag mee in het restaurant. Ze zijn blij dat gasten na 2 jaar weer welkom zijn, nu er geen coronaregels meer zijn. De restaurants mochten niet open omdat er corona was. En anders zat ze hier in één zaal. Als eentje dan ziek was, konden wij ook ziek worden. Tussen vorig jaar en nu is het dat er vorig jaar heel erg weinig geld werd verdiend. En nu wordt er heel veel geld verdiend. Mijn ouders zijn daar ook wel heel erg blij mee. Vorig jaar was hun restaurant niet dicht. Ze maakten kerstdiners die naar mensen thuis werden gebracht. En dat gebeurde met dit bestelwagentje. Ook toen hielpen Duco en Joppe mee. Maar deze kerst vinden ze het veel leuker. Ze helpen mee om alles mooi te maken. Het is wel leuk en het is ook wel iets anders dan de coronatijd. Je hoeft niet meer weg te rijden of zo, dus je kan gewoon in één zaal blijven of zoiets, dat je dan naar mensen toe gewoon kan lopen. In de keuken is nog van alles te doen. Voorspoelen vindt Joppe een leuk klusje. Ja, ik maak het dan een beetje schoon, zodat de machine het in één keer heel schoon kan maken en dat hij niet heel veel werk hoeft te doen. Hoe je een tafel netjes dekt voor kerst, ook daar hebben de broers veel verstand van. De kleinste mes leg je buiten en de grootste mes leg je ernaast. En je moet kijken of het precies zo'n de helft van je duim ertussen past. En bij een gezellig kerstdiner horen natuurlijk lichtjes. Dus zometeen komen ook de gasten aan en dan hopen we dat ze het lekker vinden. En dat ze het gezellig hebben samen.